Koreaanse oorlog herdacht en jungle training gestart. Controle over boosheid leren. En de malaria-parasiet. Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van het 10 minuten jeugdjournaal. Het is ongeveer 72 jaren geleden dat Surinaamse militairen meevochten tijdens de Koreaanse oorlog. In verband met de hernieuwde defensiesamenwerking en de start van de jungle training in Suriname hebben vertegenwoordigers van zowel Suriname als Nederland gisteren kransen gelegd bij het Koreaanse oorlogsmonument aan de waterkant. Minister Krishna Kumari Mathura van Defensie, ambassadeur Henk van der Zwan van Nederland, waarnemend commandant van het Nationaal Leger, luitenant-kolonel Werner Kuasen en Cas Greurs, commandant van de Nederlandse Luchtmobiele Brigade, legde kransen bij het monument ter herdenking van de Surinaamse veteranen tijdens de Koreaanse oorlog. Vandaag is meer een herdenking van de Surinaamse strijders die werden ingezet door het Nederlandse regime toen om schouder aan schouder te strijden voor de democratie en de vrijheid voor het Republiek van Korea. In de Koreaanse oorlog tussen 1950 en 1953 vochten zo'n 5000 Nederlandse militairen en 115 Surinaamse militairen voor de democratie en vrijheid van Korea. In totaal kwamen 121 Nederlandse en 2 Surinaamse militairen om het leven. De Koreaanse oorlog was ongekend wreed. Het kostte ongeveer 4 miljoen mensen het leven. Het oorlogsmonument werd in 2008 door de Republiek Korea aan Suriname geschonken als dank en eerbetoon aan de Surinamers die vochten voor de vrijheid en democratie van Zuid-Korea. Het monument staat achter de Nationale Assemblee. Het zijn mensen geweest die hun huis, familie, persoonlijke ambities en belangen hebben achtergelaten en zich met inzet van hun leven hebben begeven op het pad van strijd. Strijden voor anderen. Strijden voor idealen als vrede, veiligheid, soevereiniteit, waarborgen van grondrechten en rechtvaardigheid. De kranslegging was tevens een teken van de ceremoniële start van de samenwerking tussen Nederland en Suriname. Dit in verband met het feit dat na 12 jaar de eerste Nederlandse militaire jungle training van start gaat. Hiervoor zijn 120 militairen van de Luchtmobiele Brigade en het Korps Marinier naar Suriname gekomen. 50 Surinaamse militairen zijn momenteel al druk bezig met het voorbereiden van de training. Zij verzorgen de organisatie, logistiek en geneeskundige verzorging van de deelnemers. Het is gisteren begonnen met een jungle training en die duurt tot en met 23 juni. En dat houdt in dat wij onze soldaten gaan leren opereren in overleven en in gevechtsoperaties in de jungle. In Suriname hebben we een fantastische jungle om dat hier te kunnen beoefenen. De bedoeling is dat we elk jaar terugkomen om deze jungle training weer te doen. Maar de mensen die nu opgeleid worden in de jungle, die worden hier ook bij instructeur. En die kunnen dan volgend jaar de andere groepen weer les gaan geven. En het is de bedoeling dat we bijna iedereen jungle opgeleid krijgen. De training zelf vindt plaats in de jungle rondom het kamp en de Saramaka rivier en duurt zo'n 6 weken. Eind juni vertrekken de militairen weer naar Nederland. Stichting Zoutkorrel heeft afgelopen weekend een agressie-regulatietraining verzorgd. De jongeren leren binnen 6 weken hoe om te gaan met hun boosheid. De meeste kinderen die deelgenomen hebben aan deze training mochten niet in beeld. Omdat Stichting Zoutkorrel veel gewerkt heeft in kindertehuizen. We zijn naar kindertehuizen gegaan en eigenlijk wilden we die kinderen die in de kindertehuizen zijn, wilden we vanuit het maatschappelijke weer goed terug laten komen in die samenleving. En daar is echt hebben we dus gezien van er is heel veel agressie daar. Zo zijn de trainingen dan opgezet. En natuurlijk niet alleen de kinderen van de kindertehuizen hebben daarmee te kampen. Het zijn ook kinderen daar buiten. Maar wat het ook is, is dat je merkt van, al heb je dat kind de tools en die vaardigheden meegegeven, is het toch ook belangrijk dat de ouders weten hoe daarmee om te gaan. Toch? Dus vandaar dat de trainingen zo zijn uitgeschreven. We waren voornamelijk bezig in kindertehuizen. Stichting Zoutkorrel heeft als doel om kinderen en jongeren op geestelijk,
lichamelijk, emotioneel en sociaal gebied weerbaar te maken. De stichting heeft als basis het geloof in Jezus Christus, maar alle jongeren zijn welkom. Stel je nou voor, de kind gaat leren, wat ben je eigenlijk, welk dier ben je? Ben je een leeuw, ben je een schildpad? Een voorbeeld, er zijn nog twee andere. Als je een leeuw bent, dan kan je dus echt staan en brullen ernaartoe. Maar brul dan ook echt om aan te geven dat je dat niet leuk vindt. Toch? Zodat de rest of degene die je pest, de pester in deze, dat ook kan merken. Ben je een schildpad? Dat wil zeggen, je loopt er heel langzaam mee weg. Dat ben je. En op die manier geef je het ook wel aan. Je bent niet iemand die gaat vechten ervoor. Dus wat je bent, dat is wat je gewoon moet accepteren. We gaan je niet leren dat je een leeuw moet gaan worden. We gaan je niet leren dat je moet een schildpad worden. Dat is wat je bent. Het kind gaat even zelf ontdekken wat het is. En aan de hand daarvan worden tijdens de trainingen de tools voor de desbetreffende het dier dat het kind heeft uitgekozen, de tools daarvoor aangereikt. Ook al mocht het na de training een keertje fout zijn gegaan, of als de kinderen een luisterend oor nodig hebben, dan kunnen ze bij mevrouw Romana terecht. Op Wereld Malaria Dag hebben we een gesprek gehad met Trop Clinic, een malaria testplaats. Zij lieten ons weten dat er al maanden geen meldingen van malaria besmettingen zijn in Suriname. En in de bestrijding van malaria staan wij op nummer 1 in de regio. Maar het is altijd goed om meer te weten. Het probleem met malaria is niet zozeer de muskiet, maar de malaria parasiet. Dat is de boosdoener. Gelukkig gaat het goed in Suriname en hebben wij al sinds afgelopen augustus geen gemelde gevallen van malaria. Ook al gaat het niet zo goed bij onze buurlanden. In Suriname willen we dus die nul cases per jaar bereiken en volhouden. Maar in de landen om ons heen is er nog veel malaria. Dat wil zeggen dat we continu malaria cases binnenkrijgen. En die dus voor nieuwe outbreaks kunnen zorgen. Dus daar moeten we heel erg alert op zijn. De mensen van de medische zending en ook van het malaria-programma zijn elke dag bezig om te proberen die mensen te vinden, te testen en te behandelen, zodat ze niet de malaria kunnen overdragen naar andere mensen. We moeten samenwerken met de landen om ons heen om dat eliminatiedoel te verheffen tot een regionaal doel, zodat andere landen ook gaan werken naar malaria-eliminatie en wij minder cases binnenkrijgen. Malaria krijg je dus niet zomaar. De parasiet die het veroorzaakt komt heel weinig voor in het land, al helemaal niet in de steden. Het verschil tussen dengue, chikungunya en malaria is dat dengue en chikungunya veroorzaakt worden door een virus. En een virus moet je met je eigen lichaamsweerstand overwinnen. Terwijl malaria wordt veroorzaakt door een parasiet. En een parasiet kun je doodmaken met de treatment, met de behandeling. Dus dat is een heel belangrijk verschil. Een ander belangrijk verschil is dat dengue-muskieten andere muskieten zijn dan malaria-muskieten. Die broeden met name in de rivieren en kreken en dergelijke. En die komen dan 's avonds het dorp binnen om mensen te prikken. De dengue-muskiet is dus echt gerelateerd aan mensen en houdt met name van om mensen te prikken, maar ook met name van de broedplaatsen die door de mensen gecreëerd worden. Dus de watertonnen, de emmers en dergelijke, die kleine hoeveelheden water, daarin juist gaan ze broeden. Vandaar dat ze zo sterk gelinkt zijn aan mensen. In de stad hebben we geen effectieve malaria-muskieten, waardoor de kans om malaria te krijgen nul is in feite. Ook de verschillende varianten van de parasiet komen niet meer voor in Suriname. Op het moment hebben wij alleen de Vivax-variant. In het werelddeel Afrika gaat het helemaal niet goed. Malaria staat hoog in de lijst doodsoorzaken. Gelukkig wordt er hard gewerkt aan een vaccin. Er is een vaccin ontwikkeld tegen malaria. Dat vaccin wordt intussen toegepast in Afrika, in Malawi, Kenia en Ghana. En dat vaccin is met name gericht op kinderen en is met name gericht op gebieden die heel veel malaria hebben. Het vaccin zorgt ervoor dat, ondanks dat je gestoken wordt door geïnfecteerde muskiet, dat je geen malaria ontwikkelt. En het vaccin is niet 100% effectief, maar wanneer je het toepast onder kinderen in een gebied met heel veel malaria, dan toch heb je een effect op de aantallen malaria die tevoorschijn komen. Dus voor de dorpen in het binnenland is het belangrijk dat de dorpsgemeenschappen zelf en dus ook de dorpoudsten alert zijn op mensen die binnenkomen uit malariagebieden. En die mensen vragen om zo snel mogelijk te gaan testen om te voorkomen dat in hun dorp malaria opnieuw terugkomt. We hebben dat gezien in 2019 en 2020 in twee inheemse dorpen in het binnenland kwam malaria terug nadat ze al jaren malaria vrij waren.
En over die hele periode hebben we ongeveer 200 nieuwe malaria-cases gehad. Over die 2 jaren, waaronder ook kinderen en zwangere vrouwen. Dus dat willen we ten alle tijden voorkomen. En als de dorpsgemeenschappen alert zijn en de dorpsoudsten ook alert zijn, en mensen die uit malaria-gebied binnenkomen vragen om te gaan testen, dan kunnen we dat hopelijk voorkomen. Als Suriname het volhoudt, kan het over ongeveer 2 jaar officieel malaria-vrij worden verklaard. Behalve een mooie certificaat van de WHO, zijn wij dan ook een van de weinige tropische landen die de parasiet heeft kunnen bestrijden. Er kan dus veel van ons geleerd worden. En dat was het voor vanavond. Ik wens jullie een fijne avond verder en tot morgen.